In onze mooie wijk de Valuwe gebeurt altijd wel iets. En daarom nemen we u graag mee op pad. Welkom bij Wijk TV de Valuwe. Allerlei kerstactiviteiten zijn er in de Valuwe in deze dagen. En op één plek zijn we nu aangekomen en daar is ook vanmorgen al van alles gebeurd. We zitten bij de scouting, hè? Ja, klopt. Goedemorgen. Wat doen jullie hier allemaal bij de scouting? Want ik zie hier allemaal dozen, maar wat zit erin? Daar zitten lekkere kerststollen in. Onze jeugdleden hebben de afgelopen weken kerststollen verkocht en die zijn vanochtend geleverd en die hebben we netjes ingepakt. En die kunnen zij vanmiddag opkomen halen om weg te brengen naar de mensen die ze verkocht hebben. Dit is niet het eerste jaar dat jullie dit doen? Nee, dat klopt. Ik denk dat we dit nu voor de derde of de vierde keer via Bakkerij de Haas uit Haps doen. En daarvoor deden we het ook al, dus het is al een langlopende actie. Ja. Dus mensen kunnen bij jullie dan een lekkere kerststol bestellen en dan, die komen hier binnen? Ja, die komen hier binnen. Ze zaten nog niet in een doos, dus dat hebben wij vanochtend met een man of 10, 15 hebben we alle stollen ingepakt. En nu zitten ze in een mooie doos met een sticker erop, met een nieuwjaarswens en zo worden ze afgeleverd. En leden van de scouting die gaan nu persoonlijk naar de mensen toe om ze te brengen dan? Ja, dat klopt. Die worden door de leden zelf bezorgd bij degene aan wie ze verkocht hebben. En de opbrengst? Die is voor de eigen speltak. Dus daar kunnen ze weer iets leuks voor gaan doen. Nou, dat is ook zeker een goed doel, toch? Absoluut, absoluut. Ja. Nou, heel veel succes met jullie actie dan. En ik zie dat er nog het een en ander rond te brengen valt, hè? Daar is nog nodig te doen, ja. Okay. Ja. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Jullie ook bedankt. Van de kerstbroden rechtstreeks naar de kerstmarkt. Want die is hier vandaag op het Valuwepleintje bij de boom die gisteravond zo mooi versierd is door iedereen. Wij maken heel graag een sfeerreportage voor u. Kerstmarkt is van alles. Hartstikke mooie kerstspullen te koop. Maar ik zie hier ook een meneer met bijvoorbeeld beren en knuffels. Meneer, waar bent u van? Wij zijn van Stichting Kika, Kinderen Kankervrij. Aanwezig op de kerstmarkt vandaag. Waarom? Ja, waarom? Kanker zit in elke familie. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat dit gewoon onder de aandacht blijft. Stichting Kika bestaat al 12 jaar. Maar we proberen gewoon op elke markt aanwezig te zijn om iets te kunnen verkopen. Om dus om 2025 de doelstelling van Stichting Kika te evenaren. Om 95% van de kinderen kankervrij te krijgen. Dus. Nou, een mooier streven is er niet natuurlijk. Daarom, jullie verkopen beren en knuffels, sleutelhangers en zo. En al dat geld dat gaat dus rechtstreeks naar Kika toe. Dat klopt helemaal, mevrouw, wat u zegt. Ja. Ja. Oké, okay, dank u wel. En een goede verkoop dan vandaag. Dank u wel. En jullie ook veel succes. Petbuffet. Wat moet ik me hierbij voorstellen? Natuurlijk gedroogde producten voor honden, katten en fretten. Ja, het is ook voornamelijk vleesvoeding wat ik verkoop. En ik heb de snacks erbij. Ja, het verschil is dat dit allemaal natuurlijk gedroogd is. Dus dat is beperkter houdbaar. Dan de dingen bijvoorbeeld in een supermarkt waar kunstmatige dingetjes zijn aan toegevoegd om het langer en conserveringsmiddelen om het langer houdbaar te houden. Thank you.
Wie ook bijna altijd aanwezig is, is Riki van de kinderboerderij. Riki, gaat het goed met de opbrengst? Keigoed, ja. Alles voor de kinderboerderij weer? Ja, tuurlijk, dat kunnen we weten. Alles voor de boerderij, ja. Dankjewel. Ik mag niet zo lang broodje voor Piet, hè. Deze mevrouw is heel druk bezig met soep scheppen. Ja. Allemaal voor Safina? Allemaal voor Safina, ja, natuurlijk, hè. Daar gaan we altijd voor. Heel goed, dank u wel. Ja hoor, graag gedaan. En ook aanwezig hier, de kerstman natuurlijk. U heeft het druk, hè? Het is redelijk druk, ja. Al die kerstmarkten af de hele dag? Nee, gelukkig alleen deze vandaag. Alleen deze vandaag? Lang leven de Valuwe, u blijft hier? Ja, dat zeker weten, ja. Ja, tot 3 uur blijven we hier lekker staan. Dus we maken daar gezellig van. Het is wel gezellig, maar... Wordt dadelijk steeds veel gezelliger, denk ik. Heel goed. Dus. Dank u wel. Graag gedaan. Wat is de vraag, Ernst? Dat ga ik nu zeggen. Verdeliet is ook aanwezig natuurlijk, ook hier in de wijk en op de markt. Bij mij Dani. Hoe gaat de omzet? Gaat het goed? Ja, dus gaat het goed. Met ons gaat het goed. Ja. En met de verkoop van de spullen? Ja, we verkochen veel. Verkoop veel? Ja. Heel goed. En de opbrengst is voor Verdeliet? Ja, is voor Verdeliet. Ja. Goed? Ja, is heel goed. Dank u wel. Dank u. Bij ons eigen café De Valuwe is ook activiteit. Niet met drank, maar met? Glühwein. Haha, wel met drank, zoals een café betaald. Hè? Zo hoort dat. En loopt het al een beetje? Nog niet zo. Is het nog een beetje te vroeg? Ja. Nog vroeg, maar het komt wel. Goed zo. Nou, het ruikt in ieder geval heerlijk. Er is ook een loterij vandaag, hè? Voor het goede doel, of wat? Het goede doel van De Valuwe, het Valuwe algemeenheid. Goed voor de wijk. Voor kunnen we iets moois voor doen voor de hele wijk. Dus ja. Zit er een mooie prijs in? Nou, ik mag het niet verklappen. Dat moet voor iedereen een verrassing zijn. Er is een hoofdprijs, maar ik mag hem niet verklappen. Oké, okay, nou, dan ga ik er gewoon één kopen. Er nog in zit, dus ik zou zeggen, doe je best. Ik ga er één kopen, dank u wel. En Piet, welke? Die? Deze is voor jou, hè, Piet. En dan nu de mijne. Yes! Leeg. Loopt het een beetje, mevrouw? Ja, wel een beetje, ja. Ja. U heeft hier allerlei leuke dingetjes staan. Meestal in kerstfeer allemaal. Zelf bij elkaar verzameld. Dat is allemaal voor de wijkwinkel. Allemaal voor de wijkwinkel? Ja. Nou, succes dan mee dan. Dankjewel. Ook voor de wijkwinkel. Heerlijke hapjes. Wat hebben jullie allemaal? Ja, allemaal. Zelfgemaakte hakballen en hemelworst, hè? Kijk, en volop te koop. Ja, dat is goede reclame ook meteen, hè? Nee, maar het is wel heel lekker allemaal. Het ziet er ook lekker uit. Lekkere broodjes erbij. Dus koffie, thee. Dus... Koffie, chocomel voor de kinderen. Het ziet er heerlijk uit. Wij komen zo nog even langs. Ook aanwezig op de kerstmarkt is de stichting Huurbelangen Kuik. Waarom zijn jullie hier? Wij zijn hier om de mensen die een woning huren van de woningstichting Mooiland Maasland een idee te geven van wat wij voor ze kunnen doen als huurdersbelangenvereniging Kuik. En het zou best kunnen dat er mensen rondlopen die ooit een keer problemen krijgen van wat voor een aard dan ook. En die zouden dan eventueel op de huurdersbelangenvereniging een beroep kunnen doen. En wordt er nu veel gebruik gemaakt van jullie stichting? Ja, wij zijn bezig met de huurders als we problemen hebben met de Mooiland. En dus wij eerst hun zelf moeten contacten met de Mooiland. Als de problemen niet opgelost zijn, wij gaan tussenin. Als bemiddelaar rol te spelen. En hier een hele leuke, vrolijk versierde kraam. Ja. Met allerlei kleurrijke spullen. Ja, we hebben allemaal speelgoed, vooral voor de allerkleinste. Ja, dat is weer anders op de kerstmarkt, hè? Niet een kerstfeer, maar gewoon voor het hele jaar. Ja. Is het nog voor een goed doel of gaat u er lekker zelf iets leuks mee doen?
Nou, het is eigenlijk voor de kinderen bedoeld. Voor hun spaarpotje. Maar we hebben nog wel een paar kleine kerstspulletjes hier opzij. En we hebben wat sieraden, die hebben we ook nog meegenomen. Dus ja, als mensen kinderen iets cadeau kunnen willen geven, dan kunnen ze dat hier doen. Ja. Oké, dank u wel. Oké, graag gedaan.